Suriname is wederom opgeschrikt door een bericht waarbij een militair zijn levenspartner heeft doodgeschoten. Zeer ernstig. En deze mevrouw, vrij jong, is ook nog familielid van parlementariër Sabayo van de NDP. En DNA-lid Sabayo die bespreekt niet deze zaak alleen, maar in feite alle andere zaken van geweld en wat er in feite gedaan zal moeten worden. Ze zegt dat er steeds hierover wordt gesproken, maar dat er nog bitter weinig wordt gedaan. Dit is een trieste zaak. Het is de zoveelste, geval dat we hebben gekend voor deze regeerperiode dat zich afspeelt onder de samenleving. Wanneer we kijken naar de manier hoe partners met elkaar omgaan, en dan mag je het zoeken waar je wil, je mag het draaien of keren hoe je dat wil. Communicatief zit er iets fout. En we zouden misschien een relatie kunnen leggen met de huidige situatie. Maar dan nog zeg ik dat wij als samenleving dit nooit goed kunnen spreken. Het is de zoveelste keer dat vrouwen slachtoffer worden van geweld, waarbij ze het leven laten. En zoals u hebt aangegeven, heeft zich dus ook weer een geval plaatsgevonden in voorgedaan in Albina gisteren. En het is zeker geen onbekende. Het is iemand die in familieverband dicht bij mij ligt. Maar waar het om gaat is dat we moeten gaan kijken naar hoe wij uit deze situatie kunnen gaan geraken. Ik denk dat het belangrijk is dat we gaan kijken naar de opvoeding binnen gezinnen, hoe mannen zich dienen te gedragen. Meer nog wanneer het gaat specifiek om mensen die in de gewapende machten zitten. Want dit is er één voorbeeld van weer. De meneer in kwestie, de partner van die mevrouw in kwestie, is toevalligerwijs dus ook weer militair, heb ik begrepen. En het is voor een hele korte periode in één maand tijd dat we dus twee militairen hebben gehad in zo'n geval. Een maand geleden ongeveer heeft eentje dus ook gramoxoon ingenomen, een verdelgingsmiddel ingenomen, dat weer ook met het noodlottig gevolg daartoe heeft geleid. En gisteren was het dus weer te betreuren. Ik weet dus in elk geval dat die mevrouw het niet heeft gehaald. De beelden zijn trouwens ook op social media en overal te zien. Maar van die meneer weet ik even niet in welke toestand hij zich nu verkeert. Laten we hopen op het beste. Maar het is niet goed te spreken. De mannen zullen een ombuiging moeten doen in hun karakter, in hun denken. En daarom zou ik van deze plaats echt willen oproepen dat mannen moeten gaan werken ook aan hun eigen karakter. Ik bedoel, je bent in een relatie, een man, een vrouw, en jullie maken samen deel uit van een relatie. Toch? Dus het kan niet zo zijn dat we elkaar op een gegeven moment niet kunnen vinden. En dat je dan het makkelijkst gaat grijpen en dat je de ander het leven berooft. Dus wanneer ik kijk naar dat het mannen zijn, veelal in de gewapende machten, die ook met gebruik van hun dienstwapen zich hier aan schuldig maken, dan wil ik eigenlijk ook weer kijken naar de regering. En vragen misschien de richting kijken van de minister van Defensie. En kijken, hoe kunnen we deze mannen helpen? Het zijn onze mannen, het zijn Surinaamse mannen, het zijn onze burgers. Militairen zijn mensen die eigenlijk gedisciplineerd zijn. Van hun verwacht je in elk geval dat hun stresslevel van die aard is, dat ze controle kunnen hebben over hun eigen stresslevel. Maar veelal zien we dat dat niet het geval is. En wanneer we kijken naar de zoveelste gevallen waarbij ze zich hier aan schuldig maken,
Dan zeg ik nee, er moet een stop hier aan komen. Er moet een punt hierachter gezet worden. We moeten dit gedrag aan banden zien te leggen. Er moet dusdanig beleid erop worden losgegooid om onze mannen sterker te gaan maken. Sterke karaktereigenschappen. Toch? Dat we die kunnen gaan vormen. Meer ook omdat we dan de mannen zien als het voorbeeldfiguur voor de jongens. Onze jongens die opgroeien, de jeugd. Toch? Wanneer we kijken naar het moreel verval, wanneer we kijken naar de criminaliteit dat heerst, wie zijn de role models? Toch? Is dit het wat we de jongeren gaan leren? Is dit de wijze hoe wij onze kinderen willen gaan opvoeden? Snapt u? Dus ik wil oproepen van deze plaats, meneer Ganesh, dat de regering heel kritisch hiernaar gaat kijken. En meer nog in het kader van geweld tegen vrouwen. Dat wij ons daartegenaan gaan weren. We moeten iets gaan doen, zodat we de mannen gaan helpen. De mannen die in de militaire dienst zitten. Ik weet niet hoe het zit met hun basisverzekering. Als er ruimte is binnen hun basisverzekering, dat zij psychologische testen kunnen doen. En dat dat bekostigd wordt door hun werkgever. We moeten ook daarnaar gaan kijken. En ik denk dat het goed zou zijn als er meerdere keren over het jaar zij eigenlijk verplicht zich moeten gaan onderwerpen aan een psychische test. Snapt u? Als je misschien 20, 25 jaar in dienst zit, de gewapende machten in dienst zit. Er kan van alles gebeuren. Het kunnen trauma's zijn. Er kunnen zoveel zaken hebben gespeeld dat mannen op een gegeven moment zich niet weten te beheersen. Maar het gebeurt ook onder vrouwen. Want we hebben ook gevallen gehad waar vrouwen ook met dienstwapens over zijn gegaan tot de daad. En veelal zichzelf van kant hebben gemaakt. We hebben ook in de politiedienst gezien. Vaak genoeg in de media moet je dan lezen. Politieman schiet zichzelf weer door het hoofd. Of, snapt u? Dus elke keer als dit gebeurt is het eentje te veel. Dus meneer Ganesh, met het geval in Albina gisteren, denk ik dat we weer een zwarte bladzijde hebben binnen onze samenleving. Een van de zoveelste. Maar er moet een eind aan komen. We moeten iets eraan gaan doen. En de discussie, mevrouw Sabayo, over het wel dan niet hun wapens naar huis brengen? Zou dat nader bekeken moeten worden? In elk geval zou dat nader bekeken moeten worden, ja. Ik zou persoonlijk geen uitspraak daarover willen doen. Omdat ik dat zou moeten laten voor de mensen die deskundig zijn op dat niveau. Ik bedoel, wapenbevoegdheid van de diensten. Daar kan ik weinig over zeggen. Ik heb meer mijn focus gelegd op de samenleving. Het maatschappelijk sociaal karakter. Waarbij wij een bijdrage kunnen leveren aan samenleving. Maar ik denk wel dat we hierover diep moeten gaan nadenken. Als het wel verstandig is, daarom zeg ik dat er een moment moet komen. Dat we ook een ombuiging in het beleid moeten gaan doen om te kijken. Is het wel nodig dat mensen over een paar keren of minimaal één keer per jaar zich verplicht moeten gaan onderwerpen aan een algehele psychische test. Zodat je ook kan kijken, dat je kan peilen in welke toestanden mensen zitten. En het is belangrijk dat ze maatschappelijk ook worden opgevangen binnen hun eigen werkkringen. Met maatschappelijke werkers die hun gaan begeleiden en kijken wat de signalen zijn die je kan opvangen mogelijk. Dat weer zover kan komen. Dus we moeten eigenlijk gaan voor de preventie. Toch? Een hele vroege preventie zou dus kunnen zijn om minimaal een jaar of zo psychische testen te laten doen onder de militairen. De politieagenten en noem maar op. In elk geval mensen die in de gewapende machten dienen. Want het is een heel verschrikkelijk
de situatie wat we hier ervaren. En u zei het al daarnet over wanneer men problemen heeft met hun mental health, ja, dat ze dan in feite die psychologische begeleiding krijgen, mevrouw Sabayo. Maar hoe zit het ook zelf van wanneer u ervaart dat u in een bepaalde situatie bent, zegt u, of het nou man of vrouw is, dat u dan zich uit, dat u dit even vertelt en dat u hulp zoekt? Precies, dat moet zeker kunnen. Ik denk dat die gelegenheid geboden moet worden sowieso. Mental health is een van de aspecten die wij vaak genoeg hier in de mond nemen. En we moeten er gewoon gestalte aan gaan geven. Toch? Misschien veel meer voorlichtingen geven. En de mensen de gelegenheid geven. Een schouder af en toe om uit te huilen. Een situatie kunnen bespreken. Maar ja, aan de andere kant moeten we ook even realistisch zijn. De werkdruk, de omstandigheden waaronder men moet werken. Wanneer je ziet dat militairen zeggen er is geen schoeisel, er is geen kleding veelal naar die aard om hun diensten te kunnen vervullen. Wanneer we ook kijken dat er vaak genoeg niet optimaal en niet voldoende voeding is voor de militairen. Nou, laat me dat voorzichtig zeggen, niet dat het niet voldoende is, maar het is niet wat zij moeten hebben. Ja? Wanneer we dat soort zaken niet prioriteiten gaan stellen, ga je dit krijgen. Want je moet werken onder een bepaalde druk. En als je thuis komt en je hebt situaties waar je ook weer niet kan uitpraten, dat kan allemaal voor uitbarstingen gaan zorgen. Dus ik ben het met u eens dat er sowieso de mogelijkheid gecreëerd moet worden dat men zich moet kunnen uiten op een of andere manier. En er ook wel een luisterend oor moet zijn. Want het is goed als je heel vroeg de signalen kan ontvangen en dan kan je dus maatregelen treffen. Wat zou de directe omgeving moeten doen als ze bepaalde signalen opvangen? Ze zouden in elk geval een gebaar kunnen maken. Ja, aan de bel trekken. Ik bedoel, het geval van gisteren heeft ook veel meer situaties te boven water gebracht bijvoorbeeld. Ik wil een voorbeeld even nemen hieraan, om terug te komen op uw vraag. Ik heb andere jonge vrouwen gezien die op dat moment bewust waren van hey, ook ik zit in een situatie. Maar ik word ook bedreigd door mijn man. Anderen durfden eindelijk te zeggen van hey, ik wist nooit dat het zo ver kon komen. Want we zien die bedreigingen. Dus ik denk dat wij sowieso wat moeten gaan doen. Of het nou praatgroepen zijn, snapt u? En de mensen de gelegenheid geven, zodat we kunnen helpen. Wanneer wij zien als samenleving dat er een signaal ergens is, je ziet aan het gedrag van kinderen op school, daar kan je ook al zien dat zaken misgaan thuis. Je zou als leerkracht misschien een gesprek met de ouder kunnen aangaan. Wie weet zou je op een heel vroeg stadium al kunnen uitmaken dat er conflicten zo hoog zijn gaan oplopen en kan je nog voorkomen dat er zo'n kindje met een eenouder dus verder moet gaan. Of in dit geval, we weten niet of er kinderen zijn achtergebleven en als die nu zonder ouders zitten. Dus vanuit elke hoek zouden we kunnen beginnen om te kijken hoe we elkaar dus kunnen steunen hierin.